was de manier waarop ze hem keek, alsof hij wilde weten wat zich achter haar ogen bevond. Alsof hij de bereidheid had daar eens wat te gaan tuinieren. De vraag was of ze dat zou willen. Geef mij de ganzen maar, zei Hans Meijer. Hij gebaarde met grote lenige handen. Mooi om te fotograferen en lekker om op te eten. Ze hadden een voorstelrondje gedaan en waren in het informele circuit beland. Ik waardeer je gevoel voor humor, merkte Clara zuinig op. Het was niet als schat bedoeld, de grauwe gans met appels en pruimen of met de romige vulling van kastanjes, ook niet te versmaden. Ze moesten je opsluiten. Ik zou niet weten waarom. De aanleiding voor dat boek was eigenlijk een vogelreis die ik cadeau kreeg van mijn nicht Marijke Boon. Dat is niet alleen mijn nicht, maar ook mijn vriendin. En wij kijken dus vanaf ons 12e vogels. Ik kreeg van haar voor mijn 50ste verjaardag een vogelreis cadeau. En dat was een georganiseerde reis. Maar een georganiseerde reis zou ik zelf nooit doen. Wat natuurlijk wel leuk is als je een vogelreis gaat maken, dat je weet dat er een gids is die gewoon al die soorten kent. Wat ik toen bedacht is dat ik mijn dagboek meenam en dat ik gewoon verslag zou doen voor mezelf van hoe die mensen op elkaar zouden reageren en wat ik ook zou zien en wat ik zou ervaren tijdens die reis. En het grappige was dat het precies gebeurde waar ik bang voor was. Dat er dus gewoon een paar hele vervelende mensen in die groep zaten, althans voor mij, die heel irritant waren. En gaandeweg tijdens die reis dacht ik, ik moet hier gewoon wat mee. Dit is mijn decor en ik heb eigenlijk de personages al en ik ga daar een boek over schrijven. Dus dat was een beetje het idee. Maar wat er dan gebeurt als je een boek gaat schrijven, is dat je van een vogelreis die 7 dagen duurt, dan krijg je dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7. Dat is heel vervelend voor de lezer. Dus toen ben ik op enig moment gaan schrijven vanuit een moeder die een dochtertje heeft wat in coma ligt. En ze gaat die reis maken om even afstand te nemen van het kind. Want het kind ligt al 3 jaar in coma. En ze zit dus elke dag aan het bedje. En ik vond het ook een heel mooi beeld. Een soort sneeuwwitje, hè, achter. Door een roosje achter. Een beetje sprookjesachtig iets, hoe erg het ook is. Je ziet zo'n bewegingsloos meisje liggen. En zij blijft praten tegen dat meisje. In de veronderstelling dat het meisje haar hoort. En ze besluit om die reis te maken. Van ik moet even loskomen. En ze gaat tijdens die reis verhalen verzamelen om aan dat meisje te vertellen. Want ze vertelt verhalen aan dat bed. En dat vond ik een heel mooi gegeven. En wat er toen gebeurde was dat je die vogels dus niet zomaar waarneemt als zoals iemand die naar vogels kijkt. Maar je neemt ze waar door de ogen van die moeder. En daardoor krijgen die vogels ook een hele symbolische betekenis. Want die moeder wil eigenlijk dat meisje beweegt niet meer, maar die vogels die vliegen natuurlijk voortdurend op en die hebben een soort van, die kunnen weggaan. En dus voor mij stonden die vogels ook heel erg symbool voor haar verlangen om even te kunnen vliegen, zeg maar.